één keer in het jaar dan mogen wij de 80-plussers uitnodigen voor een leuke middag. Dat doen we met een lunch en nog een leuk programma daarna. Maar we doen nog veel meer in Asten met de seniorenvereniging. Ook een heleboel dingen waar u bij kunt zijn. En ik hoor zo vaak nog van, oh, doe ik dat ook nog? Ja, wij doen van alles. Ik noem een paar dingen die niet direct met activiteit te maken, maar we hebben bijvoorbeeld cliëntondersteuners. In deze roerige tijd gebeurt er van alles. Allemaal dingen die u nog nooit meegemaakt hebt en ik ook niet. De energierekening die schiet omhoog. De prijzen worden hoger. Op het moment dat u daar last van heeft of problemen mee heeft, dan kunt u een beroep doen op onze cliëntondersteuners en die gaan u helpen om oplossingen te bedenken. Het kan financieel zijn, het kan op een ander vlak zijn, maar we hebben die mensen en die zijn ervoor om u te helpen. Als u zegt van nou, ik vind het ook wel gezellig om een middag of een dag niet te koken en is gezellig bij mijn mensen om tafel te zitten, om een spelletje te doen, dan kunt u in Ommel terecht. Moet u denken, dat is voor Ommel? Nee, dat is voor alle leden van de seniorenvereniging Asten en Ommel. En daar kunt u gezellig mee eten op woensdagmiddag en daarna een spelletje doen. En u mag ook even lekker in een stoel gaan zitten na het eten om even een tukje te doen. Dat mag ook al. Maar het is in ieder geval een activiteit die voor u allen is. En op het moment dat u denkt, ik ben er nog veel te goed voor, dan moet u even realiseren van, hoe zou ik er over een jaar of over 2 jaar, hoe zou ik er dan bij staan? Ik zou zeggen, en we gaan straks op het einde nog een foldertje uitdelen om dat toch nog eens een keer extra onder uw aandacht te brengen. We hebben ook nog, en dat is niet van ons, maar dat is meer van de gemeente, van iedereen. De actie of organisatie van het netwerk, mensen die elkaar kennen. Het is opgestart, alleen er komt een vervolg nou. Volg dat, want ook voor uw leeftijdsgroep is het belangrijk dat u een netwerk heeft. Als er eens een keer iets is, dat u weet wie u kunt aanspreken. En dan heb ik op het eind nog een praktische mededeling, maar de meeste mensen weten dat de toiletten zijn niet hier, maar die zijn achter voor de deur links. En voor degenen die vaker hier geweest zijn, die weten dat wel. En ik denk dat we snel beginnen met lunchen, maar we hebben nog heel even een woordje van onze wethouder. En die komt nu naar voren. Vandaag Nationale Ouderendag, Nationale Seniorendag. Eerste vrijdag in oktober. Wij zijn als gemeente heel blij mee dat het georganiseerd wordt. Want jullie zijn een groep die ook voor ons als gemeente belangrijk zijn. Ik zie het hier al grote getalen komen, gelukkig. Dus wij willen bewust aandacht geven aan een steeds grotere groep ouderen in onze gemeente. Gelukkig ouder worden. Dat is wat je hierin toe wens, lijkt me. Als je gezondheid een beetje mee zit, heb je al 60, 70, 80, 90, 100-jarigen nog redelijk wat invloed op hoe je gelukkig oud wordt. Kan op verschillende manieren. Letterlijk, door actief te blijven, dus te wandelen, fietsen, oefeningetjes te doen. Sociaal actief te blijven kan ook, om iets voor anderen te kunnen doen. Of maatschappelijk nog iets kan betekenen en bijdragen voor de ander of voor onze gemeenschap, onze Asters gemeenschap. Pardon. Ik word er helemaal sentimenteel van. Nee, dat is niet waar. Ben ik ook een beetje verkouden. Maar ook door mentaal actief te blijven, dat is ook belangrijk. Blijf bijvoorbeeld de ontwikkeling en de wereld volgen. Of hier lokaal, ik zou bijna zeggen, volg de politiek, want die is interessant. Of zorg dat je digitaal wat mee kan doen. Vandaag stond er weer een artikel in de krant over de digitaal punt bij de bibliotheek. Is gratis, maak daar ook vooral voor gebruik van. Stel daar je vragen. Dus hopelijk dragen al deze vormen van actief zijn er een bij dat je minder beperkingen, hopelijk geen beperkingen, ervaart in het ouder worden. En dat jullie met z'n allen kunnen genieten van een mooie, gelukkige oude dag. Als gemeente, ik zeg het al, vinden wij het erg belangrijk dat onze ouderen gelukkig oud worden. En daar raken jullie graag aan bij. Theo noemde al een aantal initiatieven vanuit de gemeente. Ons sociaal team noemde die nog niet, maar dat is hier in het gebouw te vinden. Kunnen jullie ook altijd naartoe vragen.
Ik wil u namens de gemeente Asten vandaag een kleine attentie geven. Met dank ook eens aan onze teamleider die ze heeft gefreubeld met haar kinderen. Dan moet ik er dan wel bij zeggen. Die staat in het teken van gelukkig ouder worden. Is jullie allemaal gegund en vanaf deze plaats wens ik jullie dat van harte toe. Dank u wel. Riek, mag ik heel even storen? De soep ziet er zo lekker uit. Wat voor soep is het? Het is heerlijke tomatensoep. Heerlijke soep? Ja. Maar wat is heerlijke soep? Ja, pompoen. Voor mij alles pompoensoep, denk ik dat nou is geweest. Ja. Het is pompoensoep. Wel toepasselijk nou met de pompoendagen in aantocht hier in Asten, hè? Inderdaad, ja. Waarom ben jij hier? Omdat wij allebei al 80 zijn. Omdat wij allebei al 80 zijn en hebben een uitnodiging gehad. Dus je moet 80 jaar en ouder zijn, wil je hier aan de tafel mogen zitten? Ja. En waarom is deze happening, waarom is dit idee hier geserveerd? Van wie het idee is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar we hebben gewoon een uitnodiging gekregen. Maar het is een uitnodiging van de Katholieke Bond Ouderen. En is dat voor Asten of voor meerdere dorpjes? Alleen voor Asten en Ommel, denk ik. En Heusden? Dat volgens mij niet. En er staat een vol programma voor vanmiddag. Weet je zoal wat er gaat komen? Nee, dat is een verrassing. Verrassing. Nou, ik heb het al gelezen. Ik weet het. Het wordt wel heel leuk. Ja. Eerst een lunch en dan worden we verrast. En vond je de toespraak die Theo en Janine net op het podium gaven aanspreekbaar? Dat het je wat zei? Jawel. Ik ga niet verder storen, want ik zie de pastijtjes al komen. Ah. En die gaan er natuurlijk ook wel in. Tuurlijk, tuurlijk. We hebben vanmiddag thuis niet gegeten natuurlijk, hè. Riek, bedankt en nog smakelijke voortzetting en een leuke middag. Dankjewel. Waarom zien wij Janine hier bij de Oudere Dag? Jullie zien Janine omdat Janine ouderen in haar portefeuille heeft van het sociaal domein. En ik het ontzettend leuk vind dat dit georganiseerd wordt door onze seniorenvereniging KBO. En gewoon even een kijkje wilde komen nemen en de mensen even toe wilde spreken daarin. Ik zag dat jij druk bezig was iets weg aan het geven. Wat was dat eigenlijk? Dat was een beetje geluk. Ik heb in mijn woordje heb ik gezegd dat ik iedereen het geluk wens. Alle ouderen is een belangrijke groep in onze Asterse gemeenschap. Dus ik heb iedereen een klein beetje geluk gegeven. Maar geluk heeft toch een vorm van een klavertje vier? En dit is meer een rondje? Nee, het is wel degelijk een klavertje vier, Rob. Sorry, ik heb niet goed gekeken. Aan het uiteinde van het lintje is een klavertje vier. Yes. Het heette vroeger KBO, maar KBO gaat met de naam ook met de tijd mee. Het heet tegenwoordig anders. Het heet tegenwoordig seniorenvereniging, tenminste in Asten en Ommel. Want ze vonden de ouderen de lading niet meer dekken, want de ouderen van vroeger zijn niet meer de ouderen van nu. Je ziet het hier, hè? Iedereen is actief, iedereen doet mee. Dus het is nu seniorenvereniging geworden. En KBO, katholiek. Ja, er zijn ook mensen die protestant zijn, of hindoe, of een ander geloof, of helemaal geen geloof. En die voelen zich dan niet geroepen om met deze club mee te doen. Dat zal er wellicht ook mee te maken hebben gehad. En iedereen is hier welkom, hè? Maar vanaf een bepaalde leeftijd, 80 jaar? Bij de seniorenvereniging? Ik weet het niet. Volgens mij is het 50 jaar, want ik mag zelf al lid worden, weet ik. Oh ja, want ik hoorde net iemand zeggen vanaf 80 jaar. Of iedereen is hier 80. Nou, dat weet ik niet, maar je... Dit is vanaf 80, hoor ik net mijn overbuurvrouw zeggen. Dank u wel. Maar de seniorenvereniging zelf, daar mag je lid van worden vanaf 50. De leden, mogen die alleen uit Asten Ommel komen? Mogen ze ook uit een andere parochie komen en hier van lid worden? Ik dacht dat het Ommel en Asten was. Ik kijk eventjes voor... Ja, ik krijg hier goedkeurig het knik. Het stond ook in de luidklok en dat is het blad van Ommel en Asten. Is de gemeente nog een beetje verantwoordelijk voor het financiële handel en wandel omtrent de club? Of hebben ze helemaal eigen supporting? Nee, wij subsidiëren de seniorenvereniging. Nou, ik denk dat het een hele goede zaak is, want iedereen wordt ouder.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Maar een hele goede zaak en leuk dat je hier was. En ik zie je spoedig wel weer op een andere locatie. Ja, helemaal prima, Rob. Dankjewel. Ik heb hier Inge. Inge, jouw functie binnen de vereniging, wat is dat? Ik ben lid van de werkgroep Vieringen en Activiteiten. Dat is een werkgroep wat alle grote activiteiten omvat, wat door het bestuur wordt aangeboden. En dat is dus een activiteit van lenteveringen, seniorendag en kerstvieringen. Dus dat is niet voor één persoon en iets niet voor jezelf, maar voor al die honderden mensen die graag naar zo'n viering willen komen. En hoeveel jaar doe je dat al? Oh jee, dat is een hele goeie. Ik denk zo ongeveer 12 of 13 jaar. Zo, en u gaat het nog in lengte van jaren doen? Zolang ik fit ben en fit blijf en het kan doen, dan doe ik dat. Ik doe het namelijk heel graag. Nou, in ieder geval ben blij dat de vereniging zo'n actieve Inge erbij heeft. Die alle touwtjes aan elkaar knoopt, denk ik. Nou, we doen het wel samen hoor. In de werkgroep ben ik niet alleen, we doen het samen. Met enkele vrouwen en met enkele mannen en die zijn goud waard. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt. Want ik zie daar de Carolientjes volgens mij binnenkomen. En die wil ik toch ook nog eventjes iets vragen. Heel erg goed. En ik heb nogal wat op te biechten. Het is een grote eer voor ons. Wij zijn de Limburgse Nonnen uit Sittard. Wij komen hier voor de seniorenvereniging in Asten. Komen wij wat liedjes zingen voor hun. Het is een grote eer voor ons. We hebben ook nog prijzen bij voor als de vraag goed beantwoord wordt. En ja, heeft u misschien nog een vraag of zo? Iemand heeft nog een vraag? Ja. We zijn het voorprogramma van de Carolientjes. Ah, ja, want ik had gelezen, de Carolientjes die zouden hier vanmiddag komen. Ja, ja. Maar er komen gewoon twee nonnen uit Limburg. Ja, zeker. En jullie komen hier zieltjes winnen. Wij komen zieltjes winnen. Wij zijn op de Brommer gekomen. We gaan altijd op de Brommer, want dat dreunt zo lekker, vinden wij. Ja, vinden wij. En we komen hier zieltjes winnen en even wat vreugde in het leven geven van de seniorenvereniging in Asten. Ja, maar mag ik u even vertellen? Vroeger was het KBO, maar de K, katholiek, het is geen katholiek meer. Oh. Het is alle godsdiensten. Ook zelfs mensen die niet in een god geloven, zijn hier welkom, heb ik gehoord. Oh, maakt ons niks uit, hè? Nee. Maakt ons niks uit. Iedereen mag onze worst vasthouden. Oh. Dit is ons motto, hè, de worst. Ja, en ook voor het mooie weer. Iedereen mag altijd onze worst vasthouden, maar we mogen niet mee naar huis nemen. Dat moeten we er nog bij zeggen wel, hè? Ja. Kan ik bij een non ook een biecht neerleggen? Want ik heb nogal wat op te biechten. Ja? Of is dat alleen aan de pastoor? Nee, dan moet u even individueel een keertje bij ons komen. Dat kan ook. Vinden wij wel leuk. Want hij is toch best knap, hoor. Ja, en dan mag u bij ons in het klooster komen. We hebben een speciale kamer daarvoor. En dan kunt u aansluitend lekker biertje drinken van de abdij van de paters. En dan is het onbeperkt hosties eten. Weet je wat, als ik zo dit zie, ja. Ik denk meteen aan de Sound of Music. Kunt u ook zingen? Favoriete programma van ons. Ja. En wij zijn, zal ik even duidelijk maken. Even wachten. Wij zijn van de Klaar Issen. Hè? En wij komen uit Sittard. En ik ben zuster Constipatia. De Klaar Issen? Of is het de Klarisse? Klarisse. Want Klaar Issen, dat zeg je als je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest. Maar de Klaar Issen is één woord. Nou, in ieder geval, zij is zuster Constipatia en ik ben zuster Incontinentia. Oei, oei. Ja, dus dan mag u ons altijd zo noemen. Hè? Maar u moet maar eens een keer bij ons in het klooster komen, jongeman. Ja. Doe ik zeker. Heel gezellig. Ik ga me laten bekeren door jullie. Ja, want we hebben 2 jaar in quarantaine gezien. Vreselijk. Dus wij willen best van een keer bezoek van de jonge mannen, zeg maar, die er zo aantrekkelijk uitziet. Ja, ja, dat doet de natuur. Het kruis was gewoon helemaal onder het stof komen. Ja. Ik hoor wel, jullie zijn buiten nonnen ook gewoon gezonde dames. Zeker, zeker. En ja, maar wij doen ook de rozenkrans bidden, hè. Niet dat je denkt dat wij niks doen, hè.
We doen ook de rozenkrans binnen. Ja, ja. We hebben af en toe de blaren op de handen staan. Hè? Nou, dames, Carolientjes. Hoe gaat het? Alles goed? Ja. Succes met de optreden. Dankjewel, jongeman. Asten. Het is een grote, grote eer voor ons als zusters om hier op te treden. Ja. We hebben gisteren 5 minuten geoefend. Jazeker. Ja. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ja. Zal ons even voorstellen, hè? Ja. Zuster Incontinentie, hè? En mijn medezuster Constipatie. Ik kom uit het zuiden natuurlijk, hè? Uit Sittard. En wij zijn van de orde, van de goede orde, klaar is. Ja. Ja, ja. En wij leven vaak in stilte. Is SBS 6 er ook bij? Je bent van SBS 6? Hallo. Ik word er een beetje zenuwachtig van. En u mag lekker meezingen. Alles de klok van Aden Muiden. Welkom thuis. En ik was de buit, maar lang en zwaar de dag.